Joeri Mulder. Leo Beenhakker. En Umberto Tan. Nog maar een paar sport-BN'ers die het op een greenstein in Beestse Zwerg. Bijna bracht toch Foppe de Haan. In de loop van de jaren bouw ik een hele hoop een netwerk op. En dan begin ik te bellen. En dan ben ik in maart al mee begonnen, mag ik zeggen. Nou, eigenlijk mag ik zeggen, de antwoorden zijn fantastisch. Dus, nou je graag? Ja, ze wonen graag wat ze komen. Ja, want ben ik dan heel op die druk aan het werk ben of druk aan het coachen ben. Hè. Of die komen een hele dag. Hè. Maar de meesten die zijn heel positief. Een van de bekendste deelnemers is oud voetbal international Ruud van Nistelrooy. Zo'n denken een man met een groot balgevoel. Maar als dat ik van golf hield. Wat is jouw handicap eigenlijk? 100 of zo. Ja. Dus ik, gelukkig heb ik een team achter me staan die wel wat kunnen. Dus eigenlijk kan je helemaal niet golven? Klopt. En toch doe je mee? Ja, tuurlijk. Het gaat vandaag niet om golven. Dus het gaat om belangrijkere zaken. En dat is het goede doel. Sport rolstoel voor handicapte band. Foppe de Haan hoopt er goed 20.000 euro voor binnen te halen.